beautiful people. Ik ben Liedeke Rijtsma, 64 jaar jong. En ik had een idee voor een hofje. Nou, ik was eigenlijk van oorsprong was ik op zoek naar ouderenwoningen in Stadshagen, waar ik nu woon. Maar ja, die zijn er gewoon niet. Betaalbaar dan, hè? Die zijn er gewoon niet. Wel dure appartementen, maar ja, daar zit niemand op te wachten. De meeste mensen willen ook graag in laagbouw, hè, zoals ze nu wonen. Maar dan wordt vaak de tuin te groot, dus die willen wat kleiner wonen. Want het heeft toch een beetje geborgenheid, een hofje. Hè? Je bent met gelijkgestemden, dus je kunt gebruik maken van elkaars mogelijkheden en kwaliteiten. Eén is bijvoorbeeld handig in de tuin, de ander is handig met klusjes. Je geeft mensen weer een stukje blijheid terug. En dat zie je soms ook aan mensen die nu een beetje zitten te vereenzamen, mag je rustig zeggen. Nu beginnen die oogjes weer te twinkelen en dat vind ik prachtig. Dat vind ik het mooiste aan het hele project. Dat je gewoon samen weer, dat je het laatste stuk van je leven toch heel blij en heel fijn ingaat. Dat vind ik gewoon prachtig. Ik ben Agnes Slot. Ik ben 67 jaar. Ik ben getrouwd met Henk. We hebben 2 dochters en 4 kleinzoons. Het sprak ons wel aan, het hele wonen daar in zo'n hofje. Ik vond het vroeger al leuk om hofjes te bekijken. Ik heb al heel wat hofjes bekeken. Samen dingen doen, als het nodig is. Maar niet de verplichting hebben dat je het moet doen. En dat vind ik wel fijn. Gewoon zelf willen dat je andere mensen gaat helpen. Je kon je ook al inschrijven voor bepaalde commissies als je daar komt te wonen. Nou, dat heb ik gedaan. En, al die samen gewoon dingen doen en ondernemen. Nou, het zijn eigenlijk werkgroepen, hè? Dat doen we van tevoren al een beetje. Bijvoorbeeld voor de tuin, voor de bouw, voor de techniek, voor de financiële kant. Dus dat soort dingen. We zijn wel een beetje aan het inventariseren. Ja. En het is niet zo dat die bepalen wat er gebeurt, maar de planontwikkelaar en de architect die kijken of daar bruikbare dingen uitkomen. Dit huis wat we nu hebben, eigenlijk te groot is voor ons. En bij het Knarrenhof is het namelijk zo dat je ook de huizen zelf kunt. Je kunt zelf bepalen hoe je de huizen ingericht wil hebben. Qua bijvoorbeeld badkamer beneden, slaapkamer beneden. Dus dat lijkt ons wel handig om dat te hebben. En je hebt dadelijk ook wel een tuin, een eigen tuintje, maar dat is dan wel kleiner. En maar het hofje zelf, dat wordt dan door de bewoners zelf ook onderhouden. De binnentuin. De binnentuin, ja. Ja. Nou, toch onder het noorderschap, zeg maar. Daar, om elkaar te helpen waar nodig is. Ik ben oud-verpleegkundige eigenlijk. Goed, je kunt altijd een kous aantrekken of een oogdruppelen of wat dan ook. Maar goed, in de echte professionele zorg, dat wordt natuurlijk door professionals gedaan. Maar ja, waar je kunt, dan help je een handje. Voor zover je dat zelf kunt. Want ik ben ook een beetje krakkemikkig geworden. Dus, ik lig niet meer op de knieën in de tuin. Hoe graag ik dat ook zou willen. Maar, ja, dus je doet het naar kunnen, zeg maar. Denk je dat jullie uiteindelijk ook zo ver willen gaan dat je bijvoorbeeld samen zorg inkoopt? Hebben jullie daarover nagedacht? Ja, daar is onze planontwikkelaar wel mee bezig. Ja, dat moet juridisch en zo moet dat helemaal geregeld worden. Dus het is voor hem ook nieuw, hè, om dat helemaal op te zetten. En er staat nog nergens een knarrenhofje, dus wij zijn echt experimenteel, zeg maar. Ja, er komt heel wat bij kijken. Dus daar zijn ze wel mee bezig. Maar daar wordt het ook weer goedkoper van. Hè? En je krijgt ook zorg op maat. Zingeving is toch je nuttig maken in de maatschappij. Dus niet alleen maar voor jezelf, zoals je tegenwoordig veel ziet. Maar ook een beetje om een ander denken. Als je geeft, als je goed doet voor een ander en die is blij, dan ben je zelf ook blij. Zo simpel is het. En dat is ook het allermooiste aan dit project. So if you